Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Beb van Doorn, feedproducent Docomar uit Veenendaal. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio. En ik heb een hele bekende ondernemer bij me zitten uit het Veense. Het is Beb van Doorn en hij is van Docomar uit Veenendaal. Een bedrijf dat enorm in de groei zit. En daar gaan we vanavond een heleboel over horen. Goedenavond, Beb. Goedenavond. Kun jij jezelf eens voorstellen? Wie ben je en wat heb je allemaal zo gedaan in jouw hele productieve leven? Ik ben dus Beb van Doorn. Ik ben geboren in Veenendaal. Ik ben geboren in de oorlog. Dus ik ben nog een oorlogskind. Mm-hmm. In het oude Gelders Veenendaal. Dus nog een echte blauwe. Ik heb de lagere school in Veenendaal gevolgd. De MULO in Veenendaal. Daarna station van Malerij en Bakkerij in Wageningen. En ik ben daarna nog verschillende cursussen. En gediplomeerd pluimvisselecteur. Pluimveeselecteur. Ja. Oké. Okay. Dat was toen in die jaren een soort serviceartikel van de veevoederfabrieken naar de boeren toe. Mm-hmm. En toen was net de opkomst eigenlijk van de kalvermelk. En die hadden nog geen voorlichters. Dus vanuit station van Malerij ben ik in stage terechtgekomen met mijn diploma ook van pluimveeselecteur bij Denkenfiet. En daar heb ik een half jaar gezeten in de stageperiode, omdat wij ook een stukje voorlichting konden geven. Want dat was de opleiding geweest vanuit de kippen. Maar die werd toen een beetje al opgezet naar de kalven toe. Dus okay. Dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met de kalvenmelk. En met de melkproducten die erbij hielden. Toen ik dus het verzoek kreeg van Denkenfiet om voor hun naar Italië te gaan, sprong mijn vader in de bres. Die had een veevoederbedrijf in Veenendaal. Een eenmanszaak. En die zei nee. Als je naar Italië gaat, weet ik niet. Ik heb geen zicht meer op. Een jongen van 23 jaar. Kom jij maar heerlijk naar huis toe. Ja. En wij gaan daar werk van maken. En zo ben ik dus thuis gekomen. Ik ben getrouwd ook met iemand uit Gelders Veenendaal. Dus Mini Alberti. En we hebben samen 3 kinderen. Zij is onderwijzeres van beroep. Heeft altijd in het speciaal onderwijs gezeten. Vandaar ook een beetje. Later ook de bestuurlijke functies, die gaat het naar het onderwijs toe. Mm-hmm. Maar jij woont op de grens van Ederveen en Lunteren, hè? Ja, ik zelf heb gewoond in Veenendaal bij de zaak. Maar die is weggegaan in de Veevoederzaak in 1999. En toen wilden we toch een stukje. Wij hadden paarden bij de zaak. Nou, in Veenendaal was het moeilijk om paarden te houden. En zijn we gelukkig. Konden we terecht toch niet zo ver uit Veenendaal. Omdat we toch de zaak nog in Veenendaal weer hadden. En ben ik gewoon op de grens Ederveen-Lunteren. En wanneer is het huidige bedrijf begonnen? Dat is begonnen in 2000. Nou, daar gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. Prima. Je hebt een hele leuke lijst met vooral Nederlandstalige muziek meegenomen. Dat is hartstikke leuk. Daar gaan we ook lekker naar luisteren. Hier komt de eerste plaat. Dit is Stef Bos met Papa.